En meer diversiteit. Wij die af willen van racistische symbolen zoals Zwarte Piet. En wij die een plek eisen voor mensen die minder valide zijn en LHBT'ers. Juist meneer en mevrouw voor haat. En dit allemaal voor de vooruitgang. Wij zijn juist die mensen die van Nederland houden. Want Nederland is van ons allemaal. Helaas gaat het niet slechts om een paar rotte appels, meneer en mevrouw Verhaat. Jullie zijn met velen. Ze zijn hier waarschijnlijk nu ook. Begrijp goed, het gaat om mensen met vlaggen die vorige week in Amsterdam de straat op gingen. Luister goed, meneer en mevrouw Verhaat. Haat zal je nooit kunnen overwinnen met haat. Haat is alleen te overwinnen met liefde, met verbinding, respect en acceptatie. En er zijn te veel andere mooie dingen en positieve dingen in dit land waarom wij van dit land houden. Haat moet je zeker aanpakken. En deze beweging heeft positiviteit nodig en vooral geen gezicht van kwaad. Dat betekent dat ik geloof dat het doen van goed werk onze grootste verdediging is. En dat is liefde. I remember the first time I heard the word race and class in my English class when I lived as a refugee in Pakistan. I used to play a lot of car racing games. I thought race is just a virtual competition in games. I thought class refers to classrooms where people come together to learn. However, I came to realize that these words stand for the endless injustice present and persistent in our present world. Every human being is entitled to human rights without discrimination. The rights to equality and non-discrimination are cornerstones of common sense for every human being who has a common sense. And it should be the cornerstone for states globally under the Universal Declaration of Human Rights. With racism and discrimination comes superiority of one over another, which leads to a homogeneity and hinders heterogeneity. I am quoting Elie Wiesel and Nelson Mandela, who are globally known for activism against racism. No human race is superior, no religious faith is inferior. All collective judgments are wrong, only racists make them. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. When they know that people are dying out of hunger, pregnant mother is dying in a country with they don't have facilities. Wait, what are you? Wait! Oh, 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 oh,
Mensen met een beperking die ons eraan herinneren dat racisme en uitsluiting ook verder gaat dan racisme. En een speciaal welkom voor alle organisaties en partijen die de demonstratie hebben gesteund en de partijleden die hier staan of jullie leiding de demonstratie nu steunde of niet. 58 jaar geleden werden er Sharpeville, Zuid-Afrika, 69 mensen vermoord tijdens een demonstratie tegen de racistische pasjeswetten. De VN riep de datum 21 maart uit tot de Internationale Dag tegen Racisme. Door heel de wereld wordt dit weekend gedemonstreerd in het kader van deze dag. Wij spreken dan ook onze solidariteit uit met onderdrukte groepen in de wereld. Groepen zoals de Palestijnen, de Koerden en de Rohingya in Myanmar. Wanneer het kwaad komt, zoals de regen valt, dan roept niemand meer stop. Wanneer de misdaden zich opstapelen, worden ze onzichtbaar. Dat is wat de Duitse dichter Bertolt Brecht ooit schreef over de geleidelijke normalisering van racisme en fascisme.
Deze boodschap heeft niet aan urgentie ingeboet. Ook nu zien we hoe vluchtelingen aan de grens worden gestopt of gedeporteerd. Opnieuw zien we hoe minderheidsgroepen die zich politiek organiseren verdacht worden gemaakt. Zwarte activisten herinneren ons eraan dat we bloedige koloniale geschiedenis hebben en zij worden gecriminaliseerd. Binnen dit klimaat is het dus helemaal geen verrassing dat een antiracisme demonstratie op zoveel weerstand stuit. Zo zou demonstreren tegen racistische partijen ondemocratisch zijn. Onze brede coalitie wordt aangevallen omdat er antifascisten meelopen. Maar op het moment dat linkse partijen meegaan in de criminalisering van antiracisme en antifascisme, zal extreem rechts alleen maar meer terrein winnen. En wat zetten deze partijen er tegenover? Racisten bestrijd je in de raad, wordt er gesteld. Maar de gevolgen van de normalisering van racisme beperken zich toch ook niet tot de raad? 3 weken geleden nog werd er in Emmeloord een 14-jarige moslima van haar fiets getrokken en mishandeld omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen. Gisteren werd in Emmen een potentieel raadslid op straat beledigd omdat ze een hoofddoek droeg. Dit soort incidenten zijn niet los te zien van de geleidelijke normalisering van racisme in de maatschappij en de manier waarop politici hun podium gebruiken om haat te verspreiden. Als de publieke omroep toestaat dat Wilders zendtijd gebruikt om zijn walgelijke racisme tegen moslims te verspreiden, dan moeten we niet gek opkijken dat anderen hiernaar gaan handelen. Het PVV-filmpje laat zien dat de concurrentie op rechts geen versplintering betekent. Het is juist de opmaat voor een verdere radicalisering naar rechts. Baudet gaat verder dan waar Wilders gebleven is. Met FVD is de rassenleer terug in het publieke debat. Ramatar Singh zei dat er een IQ-verschil bestaat tussen volkeren. Hij kan zich ondertussen hebben teruggetrokken, maar Baudet en Hidema hebben gezegd dat dit een kwestie van wetenschap is, niet van politiek. Ook antisemitisme is terug van nooit weg geweest. Voor het eerst in lange tijd hebben we een politieke partij in de Tweede Kamer die contact met neonazi's niet schuwt. Zo sprak Baudet af met Jean-Marie Le Pen, een neonazi die de Holocaust een voetnoot in de geschiedenis noemde. Nanninga, de lijsttrekker van FVD in Amsterdam, probeert Holocaust-ontkenner David Irving te rehabiliteren door hem te interviewen. En een Joodse vrouw wenst ze een aanslag toe, simpelweg omdat ze dan zou zien wat het gevaar van moslims is. Als comité 21 maart laten we ons niet tegen elkaar uitspelen. Wij spreken ons uit tegen elke vorm van racisme, van antisemitisme tot moslimhaat. De geschiedenis herhaalt zich. Weer zitten we in een wereldwijde crisis. Wordt er gezegd dat die voorbij is, maar wij voelen dit niet. De kloof tussen arm en rijk groeit. Miljonairs en grote bedrijven betalen amper belasting. Tegelijkertijd zetten achtereenvolgende regeringen betaalbare woningen in de uitverkoop en wordt de zorg kapot bezuinigd. De opkomst van rechts beperkt zich niet tot Nederland. In Duitsland zien we hoe de populariteit van Alternatief voor Duitsland, een partij met een steeds dominantere fascistische stroming, hand in hand gaat met een toename van brandstichtingen van moskeeën. In Engeland werden vorige week mensen opgezet om op 3 april moskeeën in de brand te zetten en moslims te doden. En in plaats van zich uit te spreken tegen racisme, gaat de gevestigde politiek hierin mee. In Nederland hebben het CDA en VVD steeds meer van de racistische en nationalistische agenda overgenomen. De minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland stelde vrijdag dat de islam niet bij Duitsland hoort. Dit soort partijen gebruiken moslims en vluchtelingen als zondebok om de aandacht af te leiden van hun asociale beleid. Maar wat dan wel? We hebben een brede en krachtige antiracistische beweging nodig. Een beweging die groepen samenbrengt. Wit, zwart, moslim, jood, cis, trans, homo, hetero, migrant, vakbondslid. Niet alleen omdat we principieel stelling nemen tegen elke vorm van onderdrukking,
maar ook omdat we ons beseffen dat we alleen een collectief en door solidariteit centraal te stellen het rechtse tij kunnen keren. Rechts heeft dit ook door. Dat is ook waarom ze proberen elke samenwerking op links en tussen onderdrukte groepen kapot te maken. Tot slot. Deze demonstratie heet geen racisme in de raad. Maar laten we onszelf geen illusies maken. Racistische partijen zullen woensdag gekozen worden. Zij zullen deze posities gebruiken om hun giftige politiek verder te normaliseren. Dit is waarom we onszelf moeten organiseren. Door het hele land moeten we netwerken bouwen waarin uiteenlopende groepen samenkomen om een antwoord te bieden op de zondebokpolitiek van rechts. Want als het kwaad komt, zoals de regen valt, dan heb je een grote paraplu nodig. Dat was het. Dankjewel. Je mag er weg, dankjewel.